Faithless, recent nog in Nederland. Oh, nou, en de deurbel gaat alweer. Het is echt een komen en gaan. Een komen en gaan van de grootste sterren. Ja, ja. Dennis! Jongens! Oh, wat heb ik blijf hangen aan van alles. Hey. Goed man, goed. Wat een event. Zeker. Superleuk, supergezellig. Hallo, welkom. Dennis Wening, vanavond de gast. Het verbaast me ook niet. Frank heeft natuurlijk de kraaien over de vloer. Dennis Wening is de manager van die gasten. Dus het verbaast me niet dat je er bent hier vanavond, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Dennis, super. En ja, je hebt de hele week al trouwens iets voor de 3FM Series Request gedaan. Jongen, ik heb je al voorbij zien komen. Zo hard ervoor in, dat is niet normaal. Echt, maar, hè? Ja. Ik dacht, je komt even een pizzaatje bezorgen ook. Nee, dat mocht niet. Maar ik heb wel water meegenomen, weet je, want jullie moeten wel genoeg vocht hebben. En bovenal natuurlijk een veiling item. Ah, te gek. Gelijk ter zaak ook, hè? Ja. Ja, ja. Wil je eerst even praten over een kutje koffie? Nee, heel goed. Nou, nee, ik kom beginnen. Je hebt hem eruit gehaald, dus... Ja, ik heb hem eruit gehaald. Kijk, het kan weinig mensen zijn ontgaan dat ik nogal hou van Star Wars. En ik heb zitten kijken afgelopen week naar de televisie. Er was geen programma waarin je niet te zien bent. Bij Boulevard heb ik je gezien. Dat was superleuk. Dat je als fanboy... Nee, je glazen ingegooid hebt hem ooit nog een keer bij een persconferentie mogen zijn. Dat je gewoon een handtekening gaat vragen aan Harrison Ford in een persconferentie. Ja, het was... Luister, kijk. Ik ben natuurlijk nog nooit uitgenodigd voor een persconferentie. En dit was waarschijnlijk ook mijn laatste keer. Dat denk ik. Maar ik zat daar met Harrison Ford en Carrie Fisher. En ik heb van die hele dure, zeldzame poppetjes. Die heel veel geld zijn, waard zijn. En toen wat kost zo'n poppetje dan? Nou ja, Prinses Leia kost bijvoorbeeld al 3300 euro. Holy fuck. En ik dacht, ja, weet je, als ik daar zit en Carrie Fisher zit daar voor mij... dan pak ik mijn moment, weet je. Zoals Giel natuurlijk ook altijd zou doen. Tuurlijk. Dus ik liep naar voren, ik stelde mijn vraag... en mijn belangrijkste vraag was, mag ik een handtekening? Ja. Dus ik kreeg een handtekening. Ja. Dus ik heb nu een handtekening op mijn popjes. Fantastisch. Daarbij zijn ze wel iets meer waard trouwens ook voor jezelf natuurlijk. Ja, nee, maar ik bedoel, het is natuurlijk hartstikke vet. Ja. En ik stond daar gewoon oog in oog met mijn grootste idolen. Ik bedoel, ik was vanaf kind af aan ben ik al fan van die films. Ik zie dat steeds in je ogen. Dat is wel leuk om te zien, hoor. Ja, ja. Ja, nee, ik bedoel, dat was fantastisch. Maar dus, dat was dat moment. Ja. Maar desalniettemin heb ik een stormtrooper hoofd opgestuurd gekregen. Die moest je versieren. En iedereen gaat er dan hele mooie kunstwerken van maken. En zo, die liggen ook heel veel in de veiling. Ja, ik heb er ook eentje gemaakt. Michiel Veenstra heeft er eentje gemaakt. Ja, ja, daar ben ik iets te lui voor. Ja. Dus ik heb er iets anders mee gedaan. Ik was bij de Robinson-finale. Hey. En toen dacht ik, weet je, dit is het moment. Het is bijna net zoals die persconferentie dat de hele cast van Star Wars daar zit. Zat ik daar natuurlijk met alle Robinson-kandidaten. En ik dacht, nou, dit is het moment. Dus je hebt dan Ronnie Flex gevraagd of hij even willen beschilderen? Of wat? Ja, ik wil even spoiler alert. Want ik heb gewoon de finale niet gezien. Ja. Dus ik zeg niks. Je weet niet wie er gewonnen heeft nog. Nee. Maar je hebt ook nog niet... Ik bedoel, het staat overal op social media. Nee, maar ik heb het nog weten te voorkomen. Giel ziet het goed met social media. Ik heb het te hebben. Wie denk jij? Nee, dat ga ik niet zeggen. Hij zegt, ah, je mag het vermoeden wel. Maar ik zal niet knikken of ik zal niks weggeven. Wie denk jij dat hij heeft gewonnen? Niet doen, niet doen. Want iemand gaat toch roepen op het publiek. Doen. Ja, je er moet staan het niet allemaal doen. Mensen om mee. Nee, echt niet doen, Giel. Nee, oké, heeft er geen zin in. Nee, dat snap ik. Maar desalniettemin, ik heb hier alle kandidaten van Expeditie Robinson... ook de finalisten, die hebben dit stormtrooper-helmpje gesigneerd. Nou, dat is toch vet? Ja, dat is heel cool. Ja, zeker. Als je groot fan bent, zoals Giel van Expeditie Robinson bijvoorbeeld... Ja. Dan is dit wel echt fantastisch om te hebben. Mijn vrouw vond mij een luilak. Die zei, dat kan je niet maken. Maar ik dacht, ja, hallo. Je hebt iets unieks gemaakt, dat vind ik wel goed. Ja, precies. Dus dat. Hoe gaat het met jullie? Leuk. Beetje vermoeid. Ja. Ja? Ja. Heerlen is wel vet, hè? Nou, Heerlen is top, ja. Is Heerlen een beetje vet of wat? Wacht even, ik krijg een ontzettend zinderend feestje opeens. Het gaat snel, maar... Is nu. Ja. Handjes! Waar zijn die handjes? Handjes! Het is zo fijn om hier in Heerlen te zijn en dan te bedenken dat we echt nog maar 2 dagen in dit glazen huis hebben. Dus we moeten opschieten ook met geld inzamelen. 0909-1336 of check dus de veiling, zodat je dus kan zien nu al, want dat gaat altijd snel bij onze veiling, wat Dennis Wening heeft aangeboden. De handtekeningen van alle kandidaten van Expeditie Robinson van dit jaar. Staat erop. Cool hoor, leuk. Ja, top toch? Mag ik blijven slapen? Of is het, we hebben alleen geen bed, maar kies een plek in het huis. Ja, ik dacht, ik blijf gewoon de hele nacht.